Welke muziek staat er zeker in jouw Spotify-lijst? Dat is een goede vraag. Daar heb ik echt al sinds de middelbare school niet echt meer over nagedacht. Want ik zoek het allemaal een beetje bij elkaar. De laatste tijd wel veel gangstar, een beetje zo hip-hop uit de jaren 90. Recentere dingen hou ik niet heel erg van. Johnny Cash, klassieker ook wel. Ook wel best wel soft R&B. Ik heb laatst allemaal R. Kelly weggedaan. Ik vond dat echt wel niet meer kunnen eigenlijk, zeg maar. Dus die heb ik heel rigoureus geschrapt. Veel oude reggae, Peter Tosh. Toetsende Metals, Freddie McGregor, ik zocht even zijn naam. Ja, allemaal heel, weet niet. Ja, klassiek wel. Weinig nieuwe dingen. Wat doe je later als je oud bent? Ik denk dat ik dan het opa-schap helemaal ga omarmen. Een soort ideale positie, omdat je bent altijd de good guy, weet je wel. Je hebt tijd. Je kan ze verwennen, je kan ook wat meer dan een ouder, omdat je niet echt soort van, je bent niet iemand die zijn regels oplegt. Dus je kan een soort ideale positie om gewoon de vriendelijke oude opa te zijn. Dat lijkt me ook een goede manier om je oude jaren te besteden. Herken je bepaalde eigenschappen van jezelf terug in jouw grootvader? Mijn grootvader was best wel een gesloten man, een introverte man. Dus in die zin niet, we zijn denk ik best wel verschillend. Maar eigenlijk door de brieven die ik van hem las, ben ik wel dingen gaan herkennen. Zeg maar. Dus een bepaalde, dat hij in eerste instantie best wel terughoudend was naar mensen. En later dat hij gewoon tijd nodig had om op te warmen eigenlijk. En dat heb ik ook wel, denk ik in meer of mindere mate als hij. Je overgrootvader kende alle grote kopstukken uit Nazi-Duitsland. Vond je die informatie confronterend? Ja, wel. Hij kende wel echt een aantal hele onaangename mensen. Maar gek genoeg hoorde hij daar ook niet echt bij. Want hij was vrijmetselaar geweest. Dus ze hebben hem denk ik altijd een beetje gewantrouwd. Er zijn ook aantekeningen in zijn marinedossier waarin mensen zeiden, ja, hier moet je mee oppassen. Want dat is niet helemaal zuiver op de graad. En dat vond ik tijdens het lezen eigenlijk van al die stukken en het schrijven van dit boek wel lastig. Van wat was nou zijn verhouding tot het nationaalsocialisme? Want hij was geen partijlid, want dat kon hij niet zijn, omdat hij vrijmetselaar was geweest. Maar aan de andere kant stond hij er ook niet zo afwijzend tegenover dat hij er niks mee te maken wilde hebben. Want hij heeft die vriendschappen die hij met allerlei, weet ik veel, SS-generaals en admiraals had, die heeft hij ook niet verbroken. En als het handig uitkwam, dan heeft hij ze wel gebruikt om zijn zoons eigenlijk door de oorlog heen te loodsen. Dus ik vond dat wel confronterend. Het is natuurlijk een donker stuk van de geschiedenis en ook van de familiegeschiedenis, maar er zijn ook wel genoeg, het ambivalente, dat maakt het eigenlijk nog interessanter, dat het niet helemaal voor of niet helemaal tegen was, maar meer wat opportunistisch. En dat is misschien toch ook de manier waarop de meeste mensen ermee om zouden gaan. Heb je na deze geschiedenis het hele verhaal van je familie verteld of is er meer? Het enige wat ik nog wel had willen weten, en daar kom ik nooit achter, mijn overgrootvader die is gebeld ooit vanuit Berlijn. Dat hij onmiddellijk tijdens de oorlog, dat hij onmiddellijk iemand moest komen opereren. Na de oorlog heeft hij nooit willen zeggen wie dat was. Het enige wat hij erover heeft laten doorschemeren is dat het een nazi-kopstuk was. Dat hoeft niet Adolf Hitler te zijn, het kan ook een generaal zijn of iemand die in de partij heel hoog was. Maar dat was kennelijk vrij urgent, want hij moest onmiddellijk diezelfde avond nog naar Berlijn. Maar wie dat was, heeft hij meegenomen in het graf. Wat voor mij natuurlijk als schrijver van zo'n familiegeschiedenis verschrikkelijk frustrerende ervaring is geweest. Maar ook boeiend. In We willen hier geen avonturiers beschrijf je het leven van je overgrootvader. Wat was er zo markant aan hem? Een van de eerste mensen die ik over dit boek vertelde, of eigenlijk toen het nog helemaal geen boekidee was, maar gewoon over het leven van mijn overgrootvader, die zei, het lijkt wel Forrest Gump. En dat klopt wel, omdat er denk ik maar heel weinig mensen zijn geweest in de Duitse geschiedenis die zoveel hoogte- en dieptepunten van dichtbij hebben meegemaakt. Ik bedoel, je bedenkt dat hij is en bij de Herero-opstand in Namibië geweest als militair. En daarna heeft hij in de Duitse kolonie Tsingtau gewoond in China. Hij heeft de Eerste Wereldoorlog aan het front meegemaakt. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog van heel dichtbij meegemaakt. Omdat hij dus al die kopstukken kende van lang geleden nog, van zijn tijd uit de marine. En zijn zoons hebben die tijd als soldaten meegemaakt. Dus via die weg heeft hij eigenlijk ook die kant van de oorlog gezien. En omdat hij al die kopstukken kende, bijvoorbeeld de opperbevelhebber van de marine kende hij, wist hij natuurlijk ook dingen over het verloop van de oorlog of over hoe het binnen de partij ging of binnen de marine, die anderen niet konden weten. En hij was op een aantal momenten ook wel op de juiste moment op de juiste plaats. Dus hij was er onder andere een keer bij een borrel met keizer Wilhelm II.
Hij is tijdens de Olympische Spelen met zijn bootje langs de boot van Hitler gevaren en zag hem vanaf een paar meter afstand. Hij was erbij toen Reinhard Heydrich zijn vrouw ontmoette, de man waar later een van de grondleggers eigenlijk van de Endlösung, een verschrikkelijk oorlogsmisdadiger. Hij heeft de vingers van de Rode Baron, de meest succesvolle gevechtspiloot uit de Eerste Wereldoorlog, verbonden toen hij toevallig bij zijn hospitaal in de buurt gewond is geraakt. Dus ja, het is wel een onwaarschijnlijke reeks mensen die hij van dichtbij heeft gezien. Dat komt denk ik niet zo vaak voor.